De opsplitsing van de bond bij Openbaar Groen moet voorkomen worden. Dit stelt Hugo Blanker, bondsvoorzitter bij het directoraat Openbaar Groen. De vakbondsman deelde gisteren tijdens een persconferentie op het terrein van het departement voiceberichten met journalisten, waaruit zou blijken dat er gesprekken gaande zijn tussen bondsleden en een vakbondsleider die het bondswerk wil tegenwerken. De spirit vanuit de vakbeweging om te voorkomen dat de opsplitsing met de vakbeweging weer gebeurt. Ik hoop dat u bij de vraag dat hebt meegenomen, want dat was net gezegd. We hebben net gezegd dat wij vanuit de vakbeweging het initiatief hebben genomen om uit één mond te praten. Alleen moeten we willen weten dat als het correct is, dat de leiding van het ministerie, de leiding van het departement, hand en spanning te verleent aan dus die oppositie binnen de heerser binnen de bestaande bond. Dat willen we niet. Is dat normaal? Is dat geaccepteerd? Dat de man bij de boord zegt van, mijn stukken gaan via de directeur en directeur en die man heeft zijn story al in orde. En als je zegt van, wat bezwaar heb je tegen die bond? Ja. Dat bezwaar dat we hebben, is dat wij, natuurlijk kwam op Chimchis aan, maar zo braad kan zoals etnisch, als racistisch, zoals hij dat brengt, hoeveel dat verworpen moet worden. Dat is de aanzien van andere groepen. Blanker zegt verder dat het duidelijk is dat er een tegenpartij is die het werk van de huidige bond wil overnemen. Het is volgens de voorzitter duidelijk dat de andere vakbondsleider de organisatie wil saboteren. Uit de informatie welke Blanker en andere bestuursleden met de nieuwsdienst deelden, zijn er racistische uitspraken gedaan over leden van de bond. Ook is er een zekerheid gegeven aan leden dat ze bij een overstap gegarandeerd zijn dat hun belangen worden behartigd. Blanker stelt dat het bewijs dat er sabotage in het spel is, daar ligt. Ik hoef het niet te onderzoeken. Het is wel waar, ja. Het is wel waar dat wanneer, pas nadat wij opmerking hebben gemaakt, blijkt dat bepaalde mensen verlof moeten opnemen. Al die tijd was men gewoon onder dienst zijn bezig. En niemand die wat zegt. Niemand die wat zegt. In elk geval hebben we dit in de openbaarheid gebracht. Als het niet zo is, niet we hebben gezegd, de directeur, dan is de tegenpartij dat zegt. En als het niet zo is, dan moet hij het laten horen. Dat het niet zo is. Niet we hebben het gezegd. Blanker zegt dat het nu moet blijken of de directeur van Openbaar Groen met een andere tussenpersoon dan het huidige bondsbestuur onderhandelt. Het is volgens de voorzitter ook heel erg storend als er niet via officiële kanalen wordt gecommuniceerd en zaken via andere wegen de bond ter oren komen.